Hoe nu verder? Dat was de vraag die 100 jaar geleden gesteld werd, toen Europa in puin lag. Diezelfde vraag stelden we ook 30 jaar later, na de Tweede Wereldoorlog, toen Europa weer in puin lag. We dachten dat het misschien wel nooit meer goed ging komen. Maar hier staan we dan. We hebben alle spullen die we willen, we worden ouder dan ooit en we zijn gelukkig. En nu stellen we een nieuwe vraag. Wat nu? Ja, we hebben alles wat we willen, maar wat nou als we meer willen? Ja, we worden ouder dan ooit, maar we willen beslist niet te ongezond leven. Ja, we lijken gelukkig, maar één op de vijf Nederlanders lijdt aan depressie, met de trimpels. We zijn bang voor barbaren, bang voor aanslagen, bang voor wat er in ons eten zit, bang voor de economie, bang voor de atoombom, bang voor de toekomst. Wat nu? Moeten we drukke plekken ontwijken, superfoods eten? Moeten we straks twee baantjes nemen om het hoofd boven water te houden? Komt er straks tegenspoed? Van alle gevaren voor de mensheid, terrorisme, klimaatverandering, oorlog, rampspoed, zijn angst en negativiteit misschien wel de grootste. Waarom zijn we zo bang voor die aanslagen? Dat is enkel wat de terroristen willen, terwijl de kans dat u of ik morgen in het verkeer omkom is veel groter dan dat we aan de Omgordeld en ondergaan. Steeds meer mensen gaan dood aan kanker, maar dat is maar gaan al lang niet meer dood aan ziektes zoals polio of griep. We hoeven niet bang te zijn voor economische tegenspoed. We leven in een wereld waarin we alles kunnen delen. Kijk maar naar Airbnb, de grootste hotelketen ter wereld. Zij zijn niet geboren uit wanhoop. Wat nu? We hoeven toch niet bang te zijn. We hebben alles al. Waarom lossen we niet onze echte problemen op? Klimaatverandering, de groeiende kloof tussen arm en rijk, humanitaire rampen, niet uit angst, maar uit daadkracht. Misschien kunnen we dan bewijzen aan de generaties voor ons dat we in betere tijden leven: hetgene dat we na de oorlogen zo verschrikkelijk graag wilden. Dat nu. Dank u wel.